NEC pakt deze week flink uit met een contractverlenging en een nieuwe speler. Woensdagavond tekende Derek Proper voor 2 seizoenen bij en blijft tot 2023 in de Goffert. De 18-jarige middenvelder die uit de eigen jeugd komt, maakt afgelopen seizoen zijn debuut tegen Almere City. Hij heeft alle vertrouwen in komend seizoen en ook dat NEC weer richting de Eredivisie gaat. Ja, zeker. Hartstikke blij mee. Ja, heel erg trots natuurlijk dat ik ook de mogelijkheid van de club heb gekregen om bij te tekenen. En ik verheug me heel erg op de komende seizoenen. Ja, het is super snel gegaan en uiteindelijk ben ik daar ook echt super blij mee en hartstikke trots op. Weet je, een debuut is altijd geweldig om mee te maken, weet je. Een eerste keer die onthoud je altijd, maar ja, wat mij heel erg blij maakt is dat ik ook vervolgens dat het niet alleen bij één wedstrijd is gebleven, maar dat ik ook daadwerkelijk ook meer minuten heb mogen maken en dat het van invalbeurten naar basisplekken is gegaan. En eigenlijk vrij snel. Ja, ik denk dat het haalbaar is. Ik denk ook die jongens die we nu al hebben aangetrokken en stiekem zijn ze volgens mij ook nog wel bezig met andere jongens. En ik denk dat, dat we best wel een aardig team krijgen aan komend jaar. En ja, voor ons is het gewoon ontzettend belangrijk dat we in ieder geval play-offs halen. Dat we in ieder geval kansen promotie hebben. En daar zullen we dan voor gaan. Directeur Wilco van Schaik is blij dat zo'n talent nog even blijft in Nijmegen. En hoopt dat hij een vaste waarde gaat worden als basisspeler. Ja, natuurlijk. Ik denk dat het een van onze talenten is, waar we heel lang mee bezig zijn geweest om hem te ontwikkelen tot de eerste elftal spelen. En dat is natuurlijk wel belangrijk als club, als je zo lang werkt met talenten, dat je ze ook in je eerste elftal nog lang kan houden. En dat je er ook van kan profiteren van die kwaliteit in het eerste elftal. Dus we zijn zeer trots. Dirk is een hele evenwichtige jongen, intelligente jongen. Die ook zijn mondje wel bij zich heeft. Dat zag ik ook gelijk wel op het trainingskamp in Spanje. Daarmee heeft hij zich gewoon een weg gevochten, zeg maar, in de selectie en ook in het elftal. Hij heeft natuurlijk heel veel wedstrijden gespeeld na de winterstop. Perfect voor zijn ervaring. Dat is ook het traject wat we vorig jaar met al die jonge jongens wilden ingaan. Ja, hij heeft zich uitstekend gedragen. Hij ontwikkelt zich. Dat zie je ook fysiek. Als je ziet hoe die jongen bezig is met voeding, mentaal om echt prestaties te leveren. Het gaat hem heel goed af. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel de kwaliteiten om ook een hele goede transfer te maken. Er zijn al meerdere clubs geïnteresseerd geweest in hem gedurende de afgelopen jaren. Hij heeft steeds gekozen voor het traject NEC. Goed begeleid daarin ook door Nick Kerst en Edo Rocher. Beloften over en weer zijn altijd waargemaakt. Nou, ook deze laatste stap die hoort daar gewoon bij. En welke club het gaat worden, ik denk dat Dirk nog niet uitgevoetbald is. En NEC zeker niet zijn laatste club is. En donderdag presenteerde NEC het 18-jarige Belgische talent Matthias de Wolf. Dit gebeurde in de Lindenberg in Nijmegen, waar de middenvelder van Club Brugge zijn handtekening zette onder een 3-jarig contract. Matthias is blij om naar Nijmegen te komen. Ik denk eigenlijk gewoon de keuze gemaakt. Er waren opties, maar het gesprek met NEC was eigenlijk, ik voelde me heel goed bij het eerste gesprek al. Dat ook gesprek had, meerdere gesprekken gehad. Uiteindelijk was gewoon mijn gevoel heel goed en lijkt me dit met de beste keuze. Ik denk een speler dat altijd 100% zal geven. Ik denk dat ik ook voor de ploeg denk ik meerwaarde kan zijn, ook in de 16 meter. Aan beide kanten, echt boksen middenvelder. Ik hoop gewoon zoveel mogelijk voor de ploeg te brengen en de ploeg sterker te maken. Ik kijk vooral uit naar de supporters, denk ik, de sfeer. Natuurlijk nu in deze periode is het een beetje raar, een beetje moeilijk. Ik hoop dat we eigenlijk gewoon zo snel mogelijk voor zoveel mogelijk supporters kunnen spelen. Ik denk voor mijzelf is dat wel iets, dat gaat iets nieuws zijn. Ik kijk daar wel naar uit, moet ik zeggen. Wel blijft de 18-jarige middenvelder nog even in België om te revalideren van een rugblessure.